hebben toch besloten om met de camper erop uit te gaan. Mede omdat we volgende week een afspraak hebben om de schotelantenne te moeten laten maken. En aangezien het weer behoorlijk redelijk blijft, hebben we ervoor gekozen om een weekje eerder weg te gaan. We hebben natuurlijk gevraagd bij de camperplaats, eerste plaats, of ze open zijn en of ze de maatregelen doen hanteren. En dat was natuurlijk vanzelfsprekend. Dus er wordt voldoende afstand gehouden en er wordt ook van de mensen gevraagd om die 1,5 meter tot 2 meter in acht te nemen. Stadspark. Je loopt hier naar onder toe. Neem op de rotonde de eerste afslag naar Erkelbersteenweg. Tunnel hier noemen ze de Bril. Omdat je hier de doorgang hebt voor auto's en voetgangers en aan de andere kant heb je de doorgang voor fietsers en voetgangers. Normaliter voor diegenen die kerkraden iets willen bezoeken, die komen van de andere kant van de kruising en die gaan dan hier linksaf voor jullie richting camperplek. Ligt ook gelijk de Gaia zo. Neem op de rotonde de eerste afslag. Dat is één ingang van de Gaia zo. En is hier de tweede ingang van de Gaia zo. Maar ook deze heeft gesloten in verband met de corona. Ben je weer blij dat je op weg bent? Ja. Eindelijk weer ons eerste ritje dit jaar. Wel door corona een beetje beperkt, maar we gaan het ervan maken vandaag hoor. Net bij de roertunnel was ik vergeten op play te duwen, dus toen hadden we niks. En nu zijn we er weer uit. Zo, pauze, koffie, broodje, kopje koffie erbij. En dan kunnen we weer on route dadelijk. Nog 80 kilometer, dan zijn we in Heten. Meisjes zitten er ook klaar voor, die weten dat ze dadelijk ook wat lekkers krijgen. Hè? Koekje, hè? Een koffiekoekje krijgen ze dadelijk, hè? Ja, ook lekker, hè? We wachten. Geen suikerringen dan nog? Jawel. Hoeveel? 1 klontje, Gerry. Weinig. 1 klontje. Te veel suiker is niet goed, dat weet je, hè? Nou, we staan eigenlijk niet ideaal tussen vrachtwagens in. Dat doen we normalerwijze ook niet. Maar alles is gewoon vol en we waren toe aan pauze. Boterhammetje eten en verder. Sing us a song. Piano man,
rechtsaf naar de Schoonhetenseweg. Nou, we moeten toch zo zijn. Blijf 1 kilometer doorrijden op de Schoonhetenseweg. Sla over 1 kilometer linksaf naar Spelemansweg. Ja, zonnetje schijnt, dus ja. Wat willen we nog meer? Sla over 500 meter linksaf naar Spelemansweg. Over 200 meter sla linksaf naar de Speelmansweg. Het is weer al een hele tijd geleden dat we hier zijn geweest. Sla linksaf naar de Speelmansweg. Over 600 meter, je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Over 700 meter bereikt u de bestemming, Speelmansweg 8. De bestemming ligt rechts. Klopt allemaal. Alleen die 41, het is 41 kilometer hoog. Ja, dat kan je niet kloppen. Nee. Maar ja. Er staan busjes. Ja. Over 600 meter bereikt u de bestemming, Speelmansweg 8. De bestemming ligt rechts. Oh ja. Ja. De landen om je heen. Breed uitzicht. Ja. Prachtig. Maar we zijn niet de enigste. Speelmansweg 8. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Nou mensen, hier zijn we. In Heten. Achter ons is nog plaats. Veilige afstanden. Hier om de hoek van de schuur staan ook wagens. Ook op veilige afstand. Dit is de onze. En dit is ons mooi zitje. Hier kunnen we het wel uithouden. Hé Ger? Prima. Fantastisch mooi. Specht op de achtergrond. De herten de 's morgens vroeg in het bos. Wist jij ook alweer de naam van deze camperplaats? Vergeten. Nee, ik weet het niet meer. Nou, ik zal het dadelijk weer eens nakijken. Even opzoeken. En dan meld ik het wel. Goedemiddag. Wij zijn aangekomen bij de familie Berenpas in Heten in de provincie Overijssel. Wij hebben besloten om met de camper erop uit te gaan. Maar ook eerst geïnformeerd of de camperplaats open is en of de maatregelen gehanteerd worden. En dit is het geval. Deze camperplaats is zeer aan te raden. Alleen al vanwege de omgeving, de rust en de vrijheid die je hier kunt genieten. De familie Berenpas staat ook in de campercontact-app van de NKC.
Ik wens jullie een heel fijn weekend. Blijf gezond. En geniet van het zonnetje, geniet van de dag.